Amsterdam Marathon, het is voor jou een parcours dat je kent. Dus je hebt vaker hier gelopen. Eerst maar even jouw eindtijd. 2:18:09 denk ik. Of 2:18:10. Met alle permissie, dat is een beetje een rottijd. Net 10 seconden te weinig. Ja, het is niet anders, maar ik ben dik tevreden. We gingen op 2:18 weg. We staan op de helft iets harder als het schema. Maar het is die 10 seconden voor die limiet is jammer. Maar ik ben dik tevreden met deze tijd. Persoonlijk record, hè? Ja, met een ruime minuut inderdaad. Je zat in een leuke groep. We zagen jou toch in het begin aardig meedoen. Waar had je het idee van, dit zou wel eens een hele leuke marathon kunnen worden? Eigenlijk gelijk al. Want we kwamen op 10 kilometer al redelijk rap door en voelde goed aan. En ik denk, als ik bij deze groep kan blijven, dus zo lang mogelijk, tot 25 of 30, dan zit het wel goed. Op de helft kwamen we op 1:08 door. En toen voelde ik al dat het wel redelijk makkelijk ging. En dan na 30, 35 zo'n afwachten, dan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen. Maar ik heb zo lang mogelijk proberen met de groep mee te gaan. En dat ging goed tot het einde, goed gevochten met die jongens. En dik tevreden. Het is een mooie marathondag. Heel veel jongens, 4 zelfs onder de 2:18, een aantal daarnet boven. Het lijkt toch weer op een andere marathondag dan we eerst in het verschiet hadden. Ja, inderdaad. Het is leuk dat er nu ook wat jongens zijn achter de top. Dat in de breedte wat sterker is. En ik geloof dat er 7 man onder de 2:20 zaten, Nederlanders. Dus dat is natuurlijk een goed teken. En de meeste zijn jonge jongens, zoals Robert Ton en Ronald Scheur. Dat zijn jonge jongens natuurlijk. Dus dat is goed dat die opkomen nu. Dus er zit nog wel meer in. Hebt een goede voorbereiding gehad, Niels. Wat was jouw voorbereiding zo'n beetje? Het gebruikelijke of heb je wat anders gedaan? Nee, ik heb vanaf augustus heb ik mijn marathontraining opgevoerd. En dan wat wedstrijden in de voorbereiding. En eigenlijk gewoon een normale voorbereiding. Met enige punt zat ik hier dat ik het allemaal hier in Nederland heb gedaan. Ik ben niet naar Kenia of niet naar ieder geval niet op hoogte gegaan. Maar dat is me goed bevallen hoor hier. Je bent ook een jongen die vrij veel wedstrijden loopt, hè? Dat heb je wel nodig? Ja, weet je, het is, ik probeer inderdaad wel redelijk wat wedstrijden. En dan probeer ik een paar sterke wedstrijden te lopen. En ook, ik loop wel wedstrijden die ik ook wel met de remmer op kan lopen. Die je dan kan winnen en dan dat je niet echt 100%. Dus dan valt het wel mee. Ja, zoals nu lijkt hebben ze een ploeg, hè? 4 mannen zijn er nodig. Ga jij nog proberen om daar nog wat aan te doen? Of valt er nog überhaupt wat aan te doen? Kunnen er nog meer mee? Nou, ik weet niet. Ze houden natuurlijk aan die 2:18 vast. En daar zit je eenmaal boven. Dus dan moet je gewoon harder lopen. En wie weet in het voorjaar nog een keer. Maar dat moet ik zien. Weet je, het was nu, de omstandigheden waren ideaal. En je moet wel echt weer geluk hebben om weer zo'n dag te treffen natuurlijk. Dus dit was gewoon de kans om de tijd te lopen. Ja, als je het dan niet redt, het is jammer. Maar het is niet anders. Hoe gaat het dan in die laatste 2 kilometer? Denk je, het moet blijven gaan? Ja, tot 35 zaten we nog op 2:17. Maar die laatste 3, dan ga je het voelen. Joh. Dan ga je naar 3:20, 3:25 de kilometer. En dan is het echt, dus gewoon op je tanden bijten. Maar ik zag dat die jongens voor me ook, die hadden het ook zwaar natuurlijk. En ik probeerde nog eentje te pakken. Dus dat lukte nog wel. Maar het blijft echt de laatste paar kilometer. Dan is het gewoon overleven. Toch is het is mooi, hè, zo'n marathon. Het is alles of niks. Ja, inderdaad. Weet je, het is, je zit er dan zo dichtbij op 35 of 37. Dan kun je er bijna niet laten schieten. Dan moet je echt, dan moet je er gewoon doorheen lopen. En dan, het is in ieder geval, het is in ieder geval gelukt vandaag. Ik ben dik tevreden met mijn PR. Zo is het. Gefeliciteerd. Want dat wil een sportman, hè? Toch een beetje grenzen verleggen. Ja, inderdaad. Je wil steeds sneller. Dus tot nu toe gaat het nog goed. Heel goed na het seizoen. Ja, oké, dankjewel.